Welkom bij deze nieuwe video. Voordat ik begin met waar de video echt over gaat, een aantal dingen. Dit is de eerste video die ik maak sinds ik terug ben van Marokko. Deze video komt wel pas over 2 weken online, maar ik ben net gisteren teruggekomen vanuit Marokko. Ik hoop ook dat iedereen heeft genoten van de Marokko vlogs. Als je ze nog niet hebt gezien, bekijk ze snel. Ik heb 2 vlogs gemaakt, deel 1 en deel 2 in Marokko. Nog iets over mijn wenkbrauwen. Het is hier een beetje rood en alles, want ik heb net heel mijn wenkbrauwen geharst. En ik gebruik altijd mijn NYX Brow Pencil in de kleur Black. Maar die was opgegaan en ik dacht, misschien is Black toch iets te hard. Ik haal gewoon een kleur daaronder en dat was Espresso. Die is heel donkerbruin en die heb ik nou gebruikt. Dus wat vinden we van mijn wenkbrauwen? Het is nou iets minder heftig. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind, dus let me know. Ik denk toch dat ik Black iets beter vind, want dat matcht toch iets beter met mijn haren, maar oké. Maar goed, ik heb weer super veel zin om een video te maken. Ik heb nou dus al 10 dagen geen enkele video gemaakt, want zo lang was ik in Marokko. Dus ik ben weer heel enthousiast om deze video te gaan maken. Vandaag hebben we het over drugs. Ik ga vandaag een collectie proberen van Revolution. En daar zit allemaal cannabis in of zoiets. Het heeft allemaal iets te maken met drugs en wiet en zo. Say no to drugs. Maar het gaat gewoon vandaag over een make-up waar cannabis olie in zit. Volgens mij is het olie, maar daar gaan we het straks even verder over hebben. Ik heb die collectie al een aantal maanden teruggezien. Maar dat oogschaduwpalet was de hele tijd uitverkocht. Dus iedereen vindt het een heel leuk paletje. En ik vond het ook echt een super paletje. Maar nou is hij er. Dus ik heb gewoon de hele collectie besteld. En we gaan gewoon die producten vandaag proberen. Het is dus allemaal weer lekker betaalbaar, want het is Revolution. Het is alleen niet echt genoeg voor echt een full face. Dus ja, wat ik niet heb, vul ik gewoon aan met make-up die ik al heb. Maar het gaat vooral gewoon om de producten die nou in deze collectie zitten. Dus ben jij net zo enthousiast als ik? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Daar help je mij echt enorm mee. Klik ook op het belletje naast abonneren, zodat je mijn video's echt ziet. Want als je daar niet op klikt, komen op de een of andere vreemde, rare manier mijn video's niet altijd in jouw feed. Dus vergeet dat niet te doen en dan gaan we snel beginnen met de video. Ik doe lekker mijn haarbandje in die ik heb gekocht in Marokko. Super cute. Ik heb dus alles besteld bij Pushy Shop. Gewoon lekker makkelijk. Ik heb beginnen met de ogen zoals ik bijna altijd doe. En ik heb hier het paletje. Dit is het Forever Flawless Chilled with Cannabis Sativa Palette. En het is echt een prachtig paletje, jongens. I love it. Dit paletje kost €11,50. En dit is de verpakking. Zoals je kunt zien met allemaal van die wietplanten erop. Super cute. En dan als je hem openmaakt, kijk deze kleuren, jongens. Het is allemaal een beetje groen, een beetje drugswietachtig. En zoals je kunt zien heb je matte kleuren, glanzende kleuren. Maar ook een aantal pressed glitters, zoals deze hier en deze hier. En ik hou altijd van pressed glitters. Ik hou van heftige looks, ik hou van glitter. I love it. Dus ik vind het altijd geweldig als het paletje er zo uitziet. En we hebben een grote spiegel. Daar ben ik ook heel blij mee. De kwaliteit van het paletje is gewoon... Het is gewoon zo'n blikje. Zo'n blikje-achtig iets. Oh, by the way. Deze is afgebroken. Let daar niet op. Maar ik vind de kwaliteit echt best wel goed. Het is gewoon een mooi paletje voor echt een geweldige prijs. Dus ik hoop ook dat het paletje echt goed gaat zijn qua kwaliteit. Ik heb dus ook eventjes opgezocht wat er nou echt precies wordt bedoeld met cannabis. Of er nou echt drugs in zit. Of wat is de hele bedoeling. En online staat er dus dat in de producten die ik vandaag allemaal ga laten zien... Dat daar cannabis sativa zaadolie in zit. Dus er zit niet letterlijk wiet in of letterlijk drugs. Maar alleen maar de olie die van die plant afkomt. En door die olie wordt je huid echt gevoed en gehydrateerd. Dus dat is een beetje wat er wordt bedoeld. Als ik ga naar de ingrediëntenlijst. Dan zie ik dat die olie een beetje in het midden staat. Altijd de ingrediëntenlijst. Het begint altijd met het ingrediënt die er het meeste in zit. En dat is water. Dus er zit het meest water in. En een beetje onderaan staat cannabisolie. Dus er zit niet echt superveel in. Maar het zit er wel in. Ik heb ook af en toe gezien bij andere producten. Dat het ingrediënt waar de hele collectie over staat. Letterlijk echt helemaal onderaan staat. En als het helemaal onderaan staat. Dan zit het er gewoon bijna niet in. Maar hierin zit de olie er al best wel hoog in de lijst. Dus er zit wel wat in. Dus dat is waarom dit dus de cannabis collectie is. Hij viel bijna uit mijn hand.
En ik zei dat ik ging beginnen met de oogschaduw, maar ik lieg eigenlijk. Want ik ga beginnen met een brow gel, die heb ik ook gehaald. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan, zoals je kunt zien, maar ik heb nog geen brow gel gedaan. Ik heb hier de High Brow Gel Cannabis Sativa. Dit is de verpakking. En ik heb hem in de kleur dark brown en hij was bijna 3 euro. Ik haal hem even uit de verpakking. Dit is hem dan. Hallo, focus. Ja. Dit is de donkerste kleur die ze hadden. Ik vind ook dit heel leuk. Dit is helemaal zo groen, paars en alles. Dit vind ik echt heel mooi. Hij is dus zo heel klein. En ik ga gewoon even hiermee dan mijn wenkbrauwtjes. Er komt alleen niet heel veel van af, heb ik het gevoel. Maar ja, whatever. Ik gebruik normaal die van Colourpop. Maar omdat die hier niet te halen is, is het wel fijn als ik gewoon iets heb wat die hier te halen is. Want als die op is, ja, dan kan ik gewoon eigenlijk gewoon geen andere meer halen. En als het goed is, had je hem in 3 kleuren. Oh, nou komt er wel veel van af. Oké. Ik ga heel even een beetje weghalen, want ik ben helemaal buiten mijn wenkbrauw gegaan. Oké, nou kwam er wel veel van af. Je moet er dus echt even een aantal keer ingaan, want in het begin komt er bijna niks van af. Maar hij geeft dus echt een kleur. En dat vind ik wel fijn. En hij maakt mijn wenkbrauw een klein beetje hard. Dus dat is wel goed. Kijk, die kleur hier. Ik hoop wel dat het goed opdroogt, want als het niet opdroogt, dan ben ik er niet zo van verdiend. Want als het niet opdroogt, dan gaat het gewoon alle kanten op en dat wil ik niet. Dus we gaan het even laten opdrogen. Ik ga nou beginnen met dit prachtige oogschaduwpaletje, dus we gaan even inzoomen in de ogen. Ik ga beginnen met primen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Oké, dan ga ik in met het paletje. Ik ga dus echt af, dus voor echt een groene kleur. Ik moet wel even vermelden, ik vind de bruine matte kleuren ook echt prachtig. I love it. En er zijn dus 3 pressed glitters. Deze hier, de groene hier en deze is ook een pressed glitter. En dan hebben we hier allemaal de glanzende kleuren en de rest is gewoon allemaal mat. Met welke kleur zullen we beginnen? Ik begin met de hele lichte bruine nude kleur. Die heet Relax. Kijk, er zit ook in de matte kleuren zo'n wietplantje. Dat vind ik wel echt cute. En elke naam heeft ook iets te maken met drugs en wiet en een beetje stoned zijn en zo. Dus de kleur die ik nu gebruik is dus Relax. Want als je drugs doet, dan ben je vaak heel relaxed. Ik praat echt over wiet en drugs alsof ik er enigszins verstand van heb. Ik heb wel mensen om me heen die het doen, maar niet echt heel extreem of zo. Maar ik zelf ben echt anti-drugs. I don't like drugs. Ik rook niet, ik drink niet en geen drugs. Ik haat het allemaal. Oké, dan ga ik in met die kleur Relax. Dus echt een hele mooie lichtbruine kleur. En die breng ik zo helemaal aan in mijn hele arcadeboog. Oké, dan ga ik in met de lichtgroene matte kleur. Die heet Leaf. Ook weer gewoon met mijn Fluffy Quad. En ook die kleur breng ik aan in mijn arcadeboog. Dit is een beetje een pastelachtige groene kleur. Normaal was ik gewoon gelijk ingegaan met de groene kleur Leaf. Maar ik wilde ook gewoon per se een bruine kleur uit het paletje gebruiken. Dus vandaar dat ik begon met de lichte bruine kleur Relax. Maar in principe hoeft dat niet echt. Ik wilde gewoon per se bruin ook gebruiken. Dan ga ik in met de groene kleur hier beneden. Dus ook een matte kleur en die heet Natural. En ook die breng ik zo aan in mijn crease. Maar ik blijf nou een beetje hier zo beneden. Een beetje onder die andere twee kleuren. En dan ga ik in met de groene matte kleur hier. En die heet Plant. En hiervoor gebruik ik een platte fluffy kwast. En die breng ik aan hier vooral in de hoeken en een beetje zo in mijn crease. Maar ook weer onder die andere 3 kleuren. Die kleur had wel iets donkerder mogen zijn naar mijn mening. Ik was het niet van plan, maar ik ga toch ook in met de donkerbruine matte kleur. Die heet Burn. Want ik vind het allemaal nog iets te licht. Ik wil iets meer diepte hebben. Dus ik ga ook nog in met die kleur een klein beetje. Ik hoop niet dat hij de look te bruin gaat maken. En die breng ik een klein beetje aan hier in de hoek. Gewoon om het een klein beetje donkerder te maken. En dan pak ik weer een beetje van die groene kleur Plant. En daarmee ga ik er een beetje overheen om het weer een beetje groener te maken. En kijk, nou heb ik hier toch iets meer donker, iets meer diepte. Kijk het verschil met hier en met hier. Nou mensen, mijn wenkbrauwen zijn helemaal hard. Ik had dus hier een beetje glitter en toen ben ik hier opgegaan en nu is mijn wenkbrauw helemaal glitterig. Mijn wenkbrauwen zijn helemaal hard en opgedroogd. Dat vind ik wel echt heel fijn. Oh, maar wat die glitter nou hier. Oké, ik ga even een cut crease maken. Ik gebruik voor de cut crease mijn Catrice concealer. Cut crease.
Oké, de cut-creases zijn gemaakt. Ze zijn zoals gewoonlijk weer niet allebei hetzelfde. Dat lukt echt nooit. Oh my god. En dan wil ik ingaan met basically elke pressed glitter. We hebben er dus 3 zoals je kunt zien. En ik begin hier met de lichtste kleur. Die heet Hybrid. Dan de kleur ernaast. Die heet Goddess. En dan de kleur hieronder. Die heet Bud. Dus alle 3 die kleuren wil ik naast elkaar aanbrengen op de cut crease. Dus ik ga kijken of dat gaat likken. En met een pressed glitter hoef je in principe geen lijm te gebruiken. Dat hoeft alleen maar met losse glitter. Die pak ik op met een platte kwast. En die breng ik dan aan hier in het begin van de cut crease. Hij valt wel een beetje op mijn gezicht. Altijd als je een pressed glitter gebruikt of gewoon elke glitter die gewoon los is of pressed. Begin altijd eerst met je ogen, want het wordt echt een mes. Dat gebeurt gewoon echt altijd. Druk het gewoon zo hier erin. Zo. Dan pak ik de groene kleur ernaast, Goddess. Die is ook echt prachtig in het paletje. Kijk die kleur, hoe mooi jongens. Deze breng ik ernaast aan. We gaan weer vandaag voor lekker heftig, lekker veel glitter. En ik ga ook een beetje op de glitter ervoor hier zo. Want dan blenden ze een beetje zo in elkaar in hopelijk. Wat ik nou allemaal doe is niet echt het makkelijkste wat je kunt doen. 3 pressed glitters naast elkaar aanbrengen. En kijk, ik druk het er gewoon op. Gewoon deppen. Niet te veel allemaal zo op en neer gaan. Zo, en dan de andere pressed glitter bud. Die is lekker donker. Die is ook echt prachtig. En die breng ik dan als laatste aan hier in de hoek. Mensen die glitter haten, die hebben nou echt iets van... Laat me snel wegklikken van deze video. Nou mensen, I love it. Ze brengen echt prima aan. Ze blijven ook goed plakken. Er valt in principe ook niet echt heel veel op mijn gezicht. Dit is nou wat er is gevallen. Echt maar een heel klein beetje. Dus dat is wel fijn. Ik pak weer een heel klein beetje van die lichtste kleur. En die breng ik nog een beetje hier aan om in te blenden met die groene kleur ernaast. En dan is in principe dit wel klaar. Oké, dan pak ik weer mijn platte fluffy kwast. En dan pak ik weer die groene kleur Plant, die ik als laatste had gebruikt. Plant heet die. En die breng ik dan nog een beetje zo hier aan om in te blenden met die pressed glitter. Gewoon weer zo erop drukken. Want anders heb je echt zo'n harde lijn en dat vind ik niet mooi. Dus gewoon een beetje zo erin deppen en een beetje blenden. En dan is het gewoon helemaal mooi. Oké, dit ga ik ook even snel bij het andere oog doen. Zo, deze is ook helemaal klaar. En ik heb ook de fallout en de glitter hier allemaal een beetje weggehaald. Ik vind de look echt super leuk. Dit paletje werkt echt goed. De pressed glitters werken goed. De matte kleuren blenden ook echt helemaal goed uit. Voor maar een paletje van Elleveri vind ik dit echt helemaal top. Het kost mij helemaal niet veel moeite, veel effort. I love it. Ik leg voor nou even het paletje weg. Want ik heb ook een mascara die ik ga proberen. En dit is de Blowout High Volume Cannabis Mascara. Kijk, ook die verpakking zo holographic-achtig. Ik vind dat echt zo mooi. I love it. Hij is ook best wel groot. En dit is dan hoe die eruit ziet. Lekker groot en puntig en spiky en dikkig. Deze ga ik even aanbrengen als mascara. Hij ruikt niet per se naar wiet. Wietgeur is ook niet echt een hele prettige geur. Dus het ruikt een beetje naar groene thee. Ik denk dat ze geen wietgeur wilden doen. Omdat ja, dat gewoon geen aangename geur is. Je wilt niet dat je hele gezicht naar wiet ruikt. Maar dat ze dus in plaats van dat groene theegeur hebben gedaan. Wat toch een beetje wietachtig is. Maar op een goede manier. Op een veel lekkerdere manier. Dus dat vind ik wel top. Tenminste, ik denk in mijn hoofd heb ik nou besloten dat dat is wat hun hebben gedacht. Want dit is echt een groene theegeur. I love it. Mensen, I like it. Het gaat vandaag echt goed. Oh mijn god, er zit echt overal glitter. Omdat het dus op mijn handen zit, is het nou allemaal hier gaan plakken. Maar oké, ik vind hem heel fijn. Hij haalt ze heel mooi uit elkaar. En hij maakt ze ook heel lang. Je kunt het niet echt heel goed zien, want ik heb echt bijna geen wimpers. Maar dat is echt wat hij doet. Hij is totaal niet klonterig. Die andere die ik heb van hun originele, die is best wel klonterig. Daar houdt niet iedereen van. Dus als je daar niet van houdt, dan vind je deze echt heel erg fijn. Want hij haalt ze echt heel mooi uit elkaar en mooi lang. I like it. Oké, dan ga ik heel even snel nep wimpers opplakken. Ik heb hier Mink wimpers van de AliExpress. Ik ga by the way stoppen met de Mink wimpers. Echte Mink, want dat komt van het dier. Het Mink, zo heet dat dier, Mink. En hoe ze deze wimpers maken is echt zo heftig voor die arme dieren. En ik hou echt van dieren. Dus ik vind het super sneu hoe dat wordt gedaan. En ik ben echt anti-animal cruelty. Dus dit is de laatste die ik nog ga gebruiken. Of ja,
allemaal die ik nog heb, ga ik nog gebruiken. Want ik heb ze en ik wil ze niet weggooien. Maar ik koop geen echte mink meer. Die ga ik even opdoen. En dan gaan we beginnen aan het gezicht. Ik ga beginnen aan het gezicht. In deze collectie zit niet echt heel veel voor het gezicht. Basically gewoon niks. Ik heb nog twee sprays en iets voor de lippen. Dus het is niet echt een hele grote collectie. Ik heb hier de primer water van de collectie. Dit is dus een mooi flesje waar ook die cannabisolie in zit. En dit is dus een primer spray. Die heeft ook echt die groene theegeur. Dus deze ga ik even gebruiken als primer. Ik vind de spray altijd wel fijn. Ondanks dat ik niet heel vaak een spray gebruik als primer. Ik doe dat vaak wanneer het echt super heet is. Want dan vind ik dat heel fijn. Hij sprayt echt heel erg fijn. Ik zie ook af en toe in andere video's. Het is wel echt heel erg extra. Maar dat die vrouwen primen met zo'n spray. En dan nog een gewone. Dus dat kun je ook altijd doen. Ja. Dat ga ik vandaag niet doen. Ik gebruik vandaag alleen maar dit. Even een beetje laten indrogen. Ik vind de geur lekker. Ik vind de spray fijn. Ik vind het ook fijn hoe die op mijn gezicht aanvoelt. I love it. Oh ja, hij plakt lekker. Oh, dat vind ik echt heel fijn. Oké, ik ga even mijn gezicht helemaal afmaken. Want ik heb alleen nog maar iets voor de lippen en een fixing spray. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn hele gezicht is af. Ik voel me nou een stuk meer bronzy en knapper. Ik ga nou verder even met de ogen. Ik breng nog een beetje oogschaduw aan. Ik mix even kijken alle matte kleuren die ik heb gebruikt. Gewoon alle drie. Mix ik allemaal en breng ik aan op mijn onderste waterlijn. Wimperrand, niet waterlijn. Oh, ik haal dat iedere keer in de war. En dan pak ik deze mooie glanzende kleur in de hoek. Die heet Calm. En die kleur breng ik dan zo aan hier in mijn binnenste ooghoek. Oeh, die is heftig en prachtig. I love it. En dan nog een beetje mascara op de onderste wimpers. Oké, dat is dan helemaal klaar. I love the ooglook. Nog heel even over de primer water. Deze die ik net heb gebruikt. Ik vind hem toch niet zo fijn. Ik zal vertellen waarom. Hij maakt mijn gezicht een beetje droog. Mijn gezicht voelt nou een beetje stijf en droog aan. En dat ligt echt aan de primer. Want de make-up die ik heb gebruikt voor mijn gezicht zijn producten die ik echt altijd gebruik en gewoon fijn vind. Plus, hij creëerde een beetje van die droge plekken op mijn gezicht. Vooral hier had ik het door. Ik weet niet of je het echt heel goed kunt zien op beeld. Maar alle make-up erop is een beetje patchy erop gegaan. En dat is niet echt wat ik zoek in een primer. Ik wil juist dat hij mijn gezicht mooi smooth maakt. En dat mijn make-up er gewoon mooi en smooth op gaat. Maar dat doet dit product dus niet echt. Dus ik vind hem niet zo fijn. En voor de lippen heb ik ook iets leuks. Ik heb de Good Vibes Lip Balm. Hallo, focus, focus. Dat is dus deze. Je had hem in volgens mij drie kleuren. Je had twee nude kleuren en de felle kleur die ik hier heb. Ik wilde een nude kleur, maar ze waren allemaal uitverkocht. Dus ik ben gegaan voor de kleur die er nog was. En dat was dus zo donkerpaars. Je moet hem dus zo hieronder draaien en dan komt hij eruit en weer terug. Toen ik zag paars, ik wist al dat ik zou gaan voor een groene ooglook. En ik dacht, oh mijn god, er is alleen nog maar paars en dat matcht niet met de ooglook. Maar ik heb hem gewoon alsnog besteld omdat ik hem wel wilde zien, laten zien en gebruiken. Maar toen ik hem net swatchte op mijn hand, ik heb hem al geswatcht. Kijk, er komt niet echt heel veel kleur van af. Het is gewoon echt een palmpje. Dus dat is eigenlijk juist ideaal, want ja, ik wilde niet echt paars. Dus deze ga ik even aanbrengen. Deze heeft geen geur. De oogschaduw en deze lipstick hebben geen geur en de rest van de producten wel. Ik vind hem echt heel erg fijn. Er komt wel een lichte kleur van af, maar het is zo minimaal. Dus I love it. Dus schrik vooral niet als je de kleur ziet, want dat had ik echt. Ik dacht echt, oh mijn god, paars, no. Maar kijk, hij is echt super fijn. Hij voelt lekker zo vettig aan. En dat is echt waar ik van hou. Echt vettig op een goede manier. Wat er dan nog overblijft is de make-up fixing spray van de collectie. Ik ben nou een beetje bang omdat die primer niet zo goed was. Maar ik ga hem gewoon alsnog gebruiken. Ook weer echt die groene theegeur. Hij sprayt ook wel weer fijn. Hij is wel iets meer agressief dan de andere spray. Maar hij sprayt op zich wel fijn. En ook de geur is weer gewoon prima. Oké, dan is de look af jongens. Oh, by the way. Op de fixing spray staat dat hij helemaal mat opdroogt binnen 60 seconden. Dus binnen een minuut. En er staat een extra hold setting spray. En lichtgewicht en dat hij je make-up lang erop blijft zitten. Die extra hold voel ik wel, want ook deze voelt weer een beetje
strakjes aan op mijn gezicht. Als dat ervoor zorgt dat mijn make-up lang blijft zitten, vind ik het fijn. Maar ik heb ook weer andere fixing sprays die dat ook doen en die niet zo strak aanvoelen. Dus hij voelt een beetje aan als de primer. Nou mensen, dit was dan de hele look die ik heb gemaakt met de cannabis make-up producten. Ik ben echt zo blij met de ooglook. De hele look is mooi geworden. I love it. Ik raad dit paletje echt zeker aan als dit kleuren zijn waarvan jij denkt, wauw, mooi groen en bruin. Je kunt ook echt een hele mooie bruine gouden look maken met de kleuren. Ik raad het paletje zeker aan. Hij is heel mooi. De kwaliteit is goed. Hij blendt mooi. De glitters zijn mooi. Voor maar 11 euro. Amazing. Ik raad hem dus echt zeker aan. Heel erg mooi. Als je niet van glitter houdt, is hij niks voor jou. Want er zitten heel veel glanzende glitterkleuren in. De lipbalm vind ik ook heel erg fijn. Ik ben dus heel blij dat er niet heel veel kleur van afkomt. Hij voelt super fijn op de lippen. Hij plakt ook niet. Hij ruikt ook niet heel raar. Deze vind ik ook heel fijn. En de mascara vind ik ook fijn. Vooral als jij klonterige mascara's haat. Dan vind je hem super. Want hij maakt ze heel mooi dun. Hij verspreidt ze mooi. En hij maakt ze ook heel mooi lang. De sprays, allebei de primer, vind ik echt niks. Deze raad ik absoluut niet aan. De make-up ging er niet mooi op en hij maakte mijn huid droog. De fixing spray is een beetje een moi. Ik vind hem niet zo slecht als die andere spray. Maar hij voelt toch, hij maakt toch mijn gezicht een beetje strak. En dat vind ik niet echt een heel fijn gevoel. Er staat dus op lichtgewicht. Ik vind hem niet echt heel lichtgewicht, omdat ik hem dus echt voel op de huid. Dus ja, ik neig toch meer naar een nee. Dus allebei de sprays vind ik niet zo. En dan heb ik ook nog de wenkbrauw gel. Die is helemaal hard opgedroogd. Ik vind hem fijn. Ik vind de kleur ook mooi. Hij bracht ook fijn aan. Ik raad hem wel aan als je daarvan houdt. Vooral als jij hele volle wenkbrauwen hebt met heel veel haartjes. En die echt alle kanten op gaan. Dit ding wordt zo hard. Ik denk dat dit mijn wenkbrauwen echt goed zal vasthouden voor echt de hele dag. Dus ja, ik vind hem fijn. Als jij niet houdt van een kleur, dan is hij niks voor jou. Want er zijn heel veel mensen die niet houden van een wenkbrauwgel met een kleur. Die willen gewoon eentje zonder de kleur. Helaas is die er volgens mij niet. Ik heb die niet gezien. Als ze die zouden hebben gehad, dan zou ik persoonlijk zijn gegaan voor zonder kleur. Maar in de cannabis collectie is hij er alleen maar in een kleurtje. Maar ik vind hem top. Dus het enige wat ik niks vind zijn de sprays. En de rest, ik raad de collectie zeker aan. Ik vind hem echt top. I love it. Vooral de ogen. Oh my god. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats ook 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!